oh god, de vader komt eraan, de vader komt eraan, de vader komt eraan. Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Kevin en ik ben vandaag in Limburg. Ik ben bij mijn neefjes en bij mijn vader op de verjaardag. En ja, er zitten hier twee gekke kinderen in. Komt er alleen aan. Dat is Luca. Luca is een vriend van mijn neefje Finn. En wat? Ik ken de makkelijkere weg. Oh, ik ken de makkelijkere weg. Oh! Hallo. Dit is Luca. En dit is Finn. Hallo. Ja, ik heb net even gepust. Graag kinderen. Nou, ik check jullie zo meteen weer. Ik ga even van de glijbaan af. Oké, daar ga ik. Oh, echt zo grappig. Wat? Nou, ik ga even naar hun toe. Boe, we zijn in het bos. Hè, Finn? Ja. En er is hier een jongen. Die achter. En die zit een beetje te vieren. Te vervelen, dus ja. En een beetje raar zo. Wat doen wij? We zijn aan het filmen. Wat doen jullie? Kevin! Wat doe je? Wat? Oh, ik moet wel even opnieuw. Nee, ga niet opnieuw. Kira, kom dan, kut. Nee, fuck jou. Ik wil er ook bij. Wat wil jij dit doen? Aan het vloggen. Wat wil jij dit doen? Dat zit je ook in mijn vlog. Oh, ik flikker er even op. En... oh god, de vader komt eraan. De vader komt eraan. De vader komt eraan. Nou, ik check jullie zo meteen weer. Hallo. Stel je wel daarvoor. Ik ben Kira Hendricks. En ja. Ja, ik moet verder praten. Nou ja, Kira houdt van zingen, dansen en ze is kampioen geworden met dansen of zoiets. Ja, dat is denk ik wel zoiets. Flikvak. Laat de flikvak zien. Laat zien, jawel. Ze gaat de flikvak zien. Nou, ik ga weer naar huis toe. Het was super tof vandaag. Een hele leuke dag. En nou, wil je nog op de vlog of niet? Ja. Hij wil nog op de vlog. Ja. Ik ga snel, want mijn telefoon is 1%. Dus ja, hij is bijna leeg. Nou, ik ga weer naar huis. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hallo. En ik check jullie. Nou, dit is Kira. En ik ga weer lekker naar huis toe. Weet je wat, Kira is graag. Hoi. En ik check jullie straks thuis weer. Hoi. Ik ben thuis uit Limburg. En het was een hele toffe dag. En we hebben lekker gegeten. We hadden gebarbecued. Dus het was echt super leuk. Het is nu 1:15. En ik ben net aan het skypen geweest alweer. En ik ga zo meteen even slapen. Sorry dat ik zo praat, maar... anders wordt iedereen wakker. En zoals jullie gemerkt hebben, heb ik een nieuwe omslag. Gisteren heb ik Sony Vegas Pro 13 gekocht. Dus mijn Windows kwaliteit. En het wordt nu veel beter en alles wordt steeds beter. Dus ik heb nu een nieuwe intro. En het kanaal Dobber Jansen bestaat nu vanaf gisteren. Dus als je wil abonneren, link staat in de beschrijving. En de eerste video die komt, als het goed is, ik denk zondag online. Want we hebben elke zondag komt er een video online. Dus zondag komt de allereerste. En we hopen dat het een beetje een tof kanaal wordt en dat iedereen het een beetje leuk vindt. Nou, wat je nou kunt verwachten zijn, vooral challenges, decks en Leila gaat shoplogs en beauty video's opnemen. Ik doe hem even zo hoor. En doe dan natuurlijk vooral mee met de tags en challenges. En we gaan drie of vier gaan we in de Efteling opnemen. En drie bij mij thuis. Dus dan lopen we mooi op schema. Dan hebben we zeven of acht challenges al. Dus dan lopen we mooi op schema. Dan hebben we mooi voor de 8 weken elke weekend op zondag een video.
Dus check dat ook vast. WhatsApp het op. En ja, ik heb zoveel zin in de Efteling. Ik heb er echt al, weet ik veel hoe vaak over gedroomd en zo. En nou ja, ik heb er echt zin in. En ik ben ook benieuwd hoe de nieuwe achtbaan is. Alleen er was dus weer iets gebeurd of zo. Ze zat er vast. En toen moest de brandweer komen en zo. Dus een beetje link. Maar ik hoop dat het hier open is. En dan gaan we er alsnog maar gewoon in. En we moeten natuurlijk wel meemaken hoe die achtbaan is. En ik heb een GoPro gekocht. Ik denk dat die morgen nog even aan jullie laat zien. Dan sluit ik wel zo meteen de vlog af. Maar dan laat ik hem gewoon nog even snel zien. En als ik het vergeet, dan doe ik het gewoon zaterdag. Dan zien jullie het dan wel. Dus ik heb een GoPro camera gekocht voor het filmen van de dingen. Oh, er zit een mug op mijn telefoon. Flikker op, kuttig. En ja, dan kunnen we dus filmen in achtbanen. Ik heb toestemming gevraagd aan de Efteling. Dus die gaan als het goed is meer akkoord. En dan kan ik toch veel opnemen. In de Piranha, achtbanen en alles. Dus dat is super leuk. En uiteraard ga ik natuurlijk ook gewoon vloggen voor jullie. Dus ja, er komt natuurlijk wel echt heel erg veel editwerk bij kijken bij deze vlog. Ik hoop dat jullie dat begrijpen dat het al lang duurt. Maar hij komt de volgende dag. Op zondag komt hij gewoon online. Dus ik ga gewoon veel snel en goed editen. Ja, en ik hoop dat jullie het een hele toffe vlog is. En ik hoop dat het gaat lopen hoe ik het allemaal gepland heb. En niet dat, dat ik daar nergens in kan filmen. Dat ik alleen maar kan vloggen en kan zeggen, nou ik ben hierin geweest. Want dat heb ik de vorige keer ook al gedaan in een andere Efteling vlog. En toen hebben jullie alleen de Vliegende Hollander, Carnaval Festival, Droomvlucht en Piranha twee keer gezien. Maar nu wil ik ook Joris en de Draak en Baron en zo. Dus ik hoop dat het helemaal gaat lukken zoals ik het wil. Maar ik ga in ieder geval mijn vlog afsluiten. En ik laat jullie mogelijk de camera zien als ik het vergeet. Dan laat ik het zaterdag wel zien. En wat wil ik nog meer zeggen? Ik wil dan nog zeggen, doe blij dan je nog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Dat zou natuurlijk super tof zijn voor mij. En ik zie jullie zaterdag. Nou ja, voor jullie. Ja, zaterdag, want deze vlog komt zaterdag online. Het is vandaag woensdag. Ik heb deze vlog vandaag opgenomen. Omdat het toch wel een leuke dag was. En ik verder anders vrijdag niks ging doen. Dus ik denk dat vlog ik vandaag komt zaterdag online. En zaterdag naar de Efteling toe. En die vlog komt zondag online. En ik hoop dat jullie het tof vinden. En zondag komt Leila. Gaan we het ritje eens opnemen. Die komen op het andere kanaal, Double Jansen. Check het even nog een keer in de beschrijving voor de tweede keer. En dan ga ik ook vloggen en die komt maandag online. Dus zo zit de planning voor deze week. En dan hoop ik dat jullie deze vlog toch nog tof vonden. Ik check jullie volgende week, althans voor jullie morgen, weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik...